Eerst duiken we het Antwerpse nachtleven in. In dat uitgaansleven speelt zich namelijk een strijd af die al maar heviger wordt. Een strijd tussen portiers van discotheken. De job van portier van een populaire zaak is namelijk erg gegeerd. De man in kwestie kan bepalen wie al dan niet binnen mag en krijgt vaak rijkelijke fooien toegestopt. Een machtspositie dus in het nachtleven. Vandaar dat zich georganiseerde bendes op dit fenomeen zijn gaan toeleggen. Die bendes proberen hun mannetjes te plaatsen aan zoveel mogelijk discotheken. De eigenaars worden daarbij fel onder druk gezet en portiers die dwars liggen hardhandig aangepakt. Zo was er een tijd geleden een gevecht in regel aan de bekende Zillion en werd aan een andere zaak zelfs iemand neergeschoten. De strijd om de deur, een bijdrage van Monica Moritz. Vorige week werd de moord op een jonge portier van het café Het Zottekot weer samengesteld. Recente incidenten wijzen erop dat groepen portiers met geweld en intimidatie discotheekdeuren van collega's proberen te pikken. Om hun onderlinge afrekeningen te beslechten gebruiken ze steeds vaker vuurwapens. De Antwerpse politie brengt nu elke portier in kaart. Meestal lopen wij daar te voet patrouille. Dat maakt het contact veel directer. En als wij inderdaad merken dat er nieuwe personen zijn, dan stappen we er gewoon naartoe. We gaan eens vragen wie dat zijn, we identificeren die. Je zit met mensen in een schemerzone. Ze zijn niet geneigd om hun identiteit bekend te maken. Dus een van de wapens die wij hebben, is doorbreek die anonimiteit. Aan de ingang van de Antwerpse megadiscotheek Zillion werken een aantal vaste portiers. De hoofdportier Yves waakt over de selectie van de drummende bezoekers. Alleen wie een bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen, mag hier als portier of bewaker werken. 18 jaar, sorry. 18 jaar, sorry. Hier komen ze er niet met strafblad. Nee. Ja, ik zeg nu niet een strafblad. Dus te zien, hè, als je hem, leeftijd van 16, 17 jaar een keer moeten een boete betalen heeft, verslagen en verwondingen. Hij is er nu 25. Oh. De mens kan altijd verder doen. Maar het zwaar strafblad, zegt iemand diefstal of wat weet ik veel, nee, dat komt er hier in dat geval toch niet. De portiersoorlog om de Antwerpse discotheekdeuren woedt al een hele tijd. Bepaalde bendes willen een zo groot mogelijk aantal deuren monopoliseren. En de trend breidt zich uit. Niet enkel in Antwerpen. Ik denk dat het nog verder uitbreidt over gans België. We hebben toch enkele contacten gehad met andere politiediensten. Waar toch ook uit blijkt dat het geen strikt Antwerps fenomeen is. Maar dat het zich ook over de rest van Vlaanderen uitstrekt. Ook de uitbater van Zillion werd geïntimideerd. Uiteindelijk vielen bende portiers binnen om de deur hardhandig te veroveren. Ja, dus wij hebben persoonlijk last gehad met Turkse portiers. Dus dat ze eerst wouden infiltreren gewoon als portier zijn. Dan was het tweede ook, dus dat wij al vermoedens hadden. Dus dat wij gewoon zeggen dat ze de toegang te weigeren. En dan is er hardhandig moeten opgetreden worden. Dus, Hoe zijn ze dan binnengekomen? Ja, met serieuze vechtpartij. Dus dat we in eerste instantie niet konden tegenhouden. Dus dat er met ijzeren staven en baseballknuppels geslagen werd. En dat we dus hier in de gang eigenlijk tot serieuze vechtpartijen overgegaan zijn. Ja, de baas die stond er per ongeluk ook bij tussen, omdat hij ook vernomen had dat er iets gaande was. En die is dus binnengekomen en die heeft dan ook een slag op zijn kop gekregen. Ja, ik heb gewoon bijna een week in het ziekenhuis gelegen en een razer. En met kalm gehouden en kracht neergelegd, dat is alles wat ik gedaan heb. Uiteindelijk zijn ze dan toch moeten vertrekken. Omdat er in bureel direct de politie verwittigd was. Omdat wij het geluk hebben van toch min of meer goed mee samen te werken met de politiedienst. En dan zijn ze dan toch moeten vertrekken. Hoeveel man tegen hoeveel waren er? Oei, ja. Ik heb ze niet geteld eigenlijk, maar er waren er toch meer dan 10, 15 man. Ja. Veel discotheekuitbaters beweren dat een gewelddadige overname bij hen onmogelijk is, omdat ze hun portiers zorgvuldig kiezen en niet iedereen toelaten. Ivo van den Broek is hoofdveiligheid van La Rocca. Volgens hem komt het erop aan de deur financieel onaantrekkelijk te maken door drugdealers buiten te houden. Als er drughandel is in een discotheek, dan heb je ook de strijd om een territorium. Dan heb je ook de opkomst van rippers. Dus rippers zijn mensen die, stoere jongens, die een dealer hun gang laten gaan in de discotheek. En als hij dan daarna wil vertrekken op de parking, dan nemen ze zijn verdiende centen af. En de overschot van de drugs wordt ook nog afgepakt. En als hij nog een schoolkettingskraan aan heeft, is hij dat ook nog kwijt. En omdat men goed weet dat die man niet naar de politie kan gaan lopen van ze hebben mijn drugs afgenomen.
Dus, maar dat brengt dan de escalatie van geweld mee. Want die dealer gaat ook zeggen, maar volgende keer niet meer. Hè, want ik ga mij voorzien volgende keer. Hè, dat gaat mij niet meer. Ze gaan mij niet meer afpakken. Hè. En zo krijg je een escalatie van de wapens. Vooral nieuwe discotheken zijn een gegeerde prooi van portiersbendes. Als ze van de uitbater niet meteen hun zin krijgen, zetten ze de zware middelen in. Een vrij klassieke truc die kan toegepast worden. En dat neigt dus al echt naar maffiapraktijken, zoals in Amerika. Dat is een beetje een vorm van bescherming geven. Men komt zich aanbieden, men stelt zich voor. Pakt dat niet, dan kan het wel eens zijn dat men iets later binnenstapt en wat meer druk, maar dan met fysieke druk, terugkomt. Ze proberen om eerste instanties de portiers hier buiten te werken en dan om tweede instantie, gelijk dat ze in andere discotheken doen, om de baas te zeggen dat zij baas zijn van de deur. Dus daar is het probleem hier in de andere discotheken en cafés. En zeker, ik wil dat wel zeggen, zeker in Antwerpen, dat is dat er... Zij spelen de baas over eigenlijk, over de zaak. En de baas die komt op de tweede plaats. Maar er gebeurt het een en het ander, dat kan ik u wel zeggen. En we moeten ook, ik moet zelfs nu ook voor tv opletten wat ik zeg. Het is niet allemaal zo evident. En zelfs als je, zoals nu de gevallen die al eens meegemaakt hebben, we slagen en verwondingen hebben we gekregen. En de bewijsstukken zijn dus, die mensen gaan lopen, er is geen bewijs. Leg jij klacht neer, onbewijsbaar, en die mensen lopen nog altijd vrij rond. Hè? Portiers werken vaak in verschillende dancings. Bij problemen worden ze overgeplaatst. Ze oefenen geen officieel erkend beroep uit en daardoor kunnen een aantal binnen- en buitenlandse bendes zwakke deuren veroveren. John, de portier van Café Biazar, verwijt veel portiers dat ze hun beroep niet kennen en daardoor om moeilijkheden vragen. Ik denk dat ze er veel voordeel zouden uithalen van de mensen degelijk op te leiden, ja. Want ik denk dat er veel onervaren mensen aan de deur staan. Toen jij begon was je ook onervaren, hè? Ja, maar dat was de tijd wel anders dan nu, hè. Ik kan me niet voorstellen dat er 15 of 16 of 20 jaar geleden dat er iemand werd doodgeschoten aan de deur. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Vind je dat een portier een wapen nodig heeft in deze tijd? Nee, een beetje verstand is dat wel. Maar dat vind ik er tegenwoordig veel te weinig. Het is niet alleen in de armen of in de borst dat het moet zitten, of in de benen. Het is ook een beetje in het hoofd en daar kunnen we veel problemen mee vermijden. Ik denk dat het ook een oplossing zou zijn dat, zoals als ze nu ergens op de voetbal een risicomatch is, dan zetten ze een paar honderd politieagenten in. Ik denk dat ze morgen die bepaalde risicodiscotheken dan, als ze daar iemand van de overheid zetten, dat wel veel zou oplossen, ja. Eigenlijk is het voor jullie goed als de politiediensten hard optreden. Ja, zeker en vast. Voor zo'n mensen kan de politie niet hard genoeg optreden eigenlijk. Maar een betrouwbare portier inhuren is niet makkelijk. Veel klachten tegen portiers worden geseponeerd en daardoor gaan ze vrij uit. Een portier van een gekende discotheek die anoniem wenst te blijven, weet hoe hij een nieuwe portier moet aanpakken. Ik hou die mensen in de oog. Ik ga kijken hoe die reageren. Ik laat die mensen nooit alleen binnenland lopen. Ik laat die mensen altijd met een meer ervaren portier meelopen. Om zodanig dus eigenlijk ze te leren werken volgens onze normen. In de grote mate zijn er veel criminele portiers in het nachtleven. Als je dan denkt aan het drugsmilieu, het Albanese milieu hier in de stad, de Marokkaanse drugse milieus, je hebt hier van alles eigenlijk. Het grootste probleem rond portiers is eigenlijk dat we eigenlijk niet veel middelen ter beschikking hebben om een goede portier te selecteren. En het enige dat we kunnen vragen is, wat doet je in de week? Heeft een portier geen werk in de week en die moet uitsluitend leven van portiers, van de deur zal ik zeggen, van de foyer. Dat is al een negatief punt tegen iemand dat eigenlijk nog in de week nog een normale job doet. Is dat iemand dat in een vechtersclub zit, dan wordt die al bijna niet aangeworven. Is dat iemand dat gewoon getrouwd is met kinderen, dan is dat al een serieus pluspunt om eigenlijk wel als portier te recruteren. Het zijn de belastingvrije fooien die de job aantrekkelijk maken. Maar een zogenaamde rijke deur levert ook nevenactiviteiten op. In discotheken waar drugdealers hun gang kunnen gaan, in de portier een deel van de opbrengsten. Die deur bepaalt niet alleen wie er binnenkomt en wie er niet binnenkomt, maar die bepaalt ook wie binnen wat mag en wat niet mag. En dat werkt, de kat bij de melk, dat werkt bepaalde mistoestanden in de hand. En dat geeft niet alleen een bepaalde macht, maar dat geeft ook mogelijkheid tot bepaalde inkomsten. Want als jij zegt van geen drugdealers, dus die niet, maar die wel, ja, dan zult jij daar wel iets van hebben ook.
We proberen zoveel mogelijk binnen ook constant de portiers rond te kijken, omdat er geen drugs verhandeld worden of zo. Maar buiten houden, ja, dat de dag dat ze gaan kunnen zeggen van drugs buiten te houden, dan dat zou een goede dag zijn. Als wij een vaststelling doen, hetgeen wat nog maar heel sporadisch is gebeurd, nemen wij die persoon mee naar buiten en wordt de zaak ontzicht gewoon. Je mag nooit meer binnen. En ook met prostitutie valt er wat te rapen. GSM bijvoorbeeld laat toe om snel bepaalde mensen op te trommelen. Bepaalde ja, meisjes eventueel, vrouwen. Snel binnen. Er is ruimte en plaats voorzien. En als je dan inderdaad spreekt over nevenactiviteiten en de mensen aan de deur bepalen wie binnenkomt en wie niet, heb je natuurlijk weer een veilige zone waar zulke praktijken kunnen plaatsvinden. Maar zelfs fooien alleen lonen soms de moeite. Sommige discotheekdeuren zouden volgens insiders 750.000 frank maandelijks opbrengen. Dat heb ik gelezen ook, ja. 750.000 per maand? Dan word ik ook partij en dan verkoop ik mijn zaak, word ik ook partij. Niet geloven. Als ik zoveel moest verdienen per maand, dan zou ik geen 20 jaar portier zijn met risico's te lopen om morgen neergestoken te worden of ineengetrapt te worden. Ook, Hier is dat alleszins het geval. Wij zijn hier volledig ingeschreven, dus wij werken hier met arbeidscontracten. Daar verdienen de portiers buiten, die buiten aan de deur staan, die krijgen 10.000 frank per avond. De vaste portiers staan daar 3 avonden, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Dat is 30.000 frank. Op 1 weekend, 4 weekenden, is 120.000 frank. Wij doen dat zo, hè? De 50 is in de frangstukken hier. En dan 20 frankstukken hier, 5 frankstukken daar. En de gulden, alleen vreemd geld, dat zijn meestal wel guldens. Allemaal in één plaats. Ze zijn niet verplicht van iets te geven. Ook hetgeen dat ze willen geven, geef het. Ze zijn in een frank of 20 frank of 100 frank. Dat klopt al niet aan. We werken nu met 17 portiers op een normale dag. En dat wordt dan meer verdeeld tussen die 17 personen. Maar als je al de deur fooi moet verdelen tussen 17 personen, dan is dat al geen vette meer. Hè. Discotheken waar portiers alleen van fooien leven, werken corruptie en wantoestanden in de hand. Dan krijgt men het fenomeen dat mensen heel gaan sociaal doen met die portiers. Ze heel dikke fooien gaan geven. Maar iemand controleren die u wekelijks een dikke fooi geeft, dat is al moeilijker. Iemand niet meer toelaten die u wekelijks een dikke fooi geeft, ja, dan zit je in je eigen portemonnee. Er zijn al zelfs collega's van mij die zelfs in Brugge, dat de portier in kwestie niet wist dat het een agent was, die het niet kon appreciëren dat de man geen fooi gaf. Totdat natuurlijk, en daar werd de nodige fysieke dwang naar tentoon gespreid. Totdat natuurlijk de man in kwestie zich bekend heeft gemaakt als zijnde politieagent. Het beroep van portier herkennen, zoals in de ons omringende landen, zou misbruiken aan banden kunnen leggen. Enkel portiers met een vergunning zouden dan de deuren controleren. En die zullen zich moeten houden aan bepaalde regels, die ook voorgeschreven zijn door de wet. En doen zij dat niet, kunnen zij hun vergunning kwijtgeraken. En dan zitten we in een systeem dat kan gecontroleerd worden. En dat professioneler. Dan kan die misbruiken die er nu bestaan, die nu mogelijk zijn, door het feit dat door het systeem je de kat, echte kat bij de melk zet, zijn dan uitgesloten. Hoeveel weegt zo'n ding? Een kleine 2 kilo. Maar in afwachting van een wettelijke regeling blijven veel portiers een kogelvrij vest dragen om zich te beschermen tegen nog meer gewapende aanvallen.